Welkom bij een nieuwe aflevering van Bijzondere Plekken. Deze keer vanuit een heftige rit door de Sinaiwoestijn. Ja, ik ga jullie meenemen naar allerlei bijzondere plekken hier in de woestijn. Hup. En we zijn nu in wilde rit. Hier. Loop je dan? Het is behoorlijk stil. Ik zit hier min of meer alleen. Heel bijzonder om dit te ervaren, die stilte. En de energie van deze berg, als je hier doorheen loopt, je voelt gewoon alles vibreren. Prehistorische graven. Dat is ons gids die geen Engels spreekt. Ik zit nu in een van deze tombes, prehistorische tombes. En het valt me op dat de openingen allemaal naar het westen zijn gericht, de plek waar de zon ondergaat. Maar ook de energie doet me denken aan de Hunnewedden in Drenthe. Het voelt of dat hier naast dat die mensen begraven werden op deze plekken, hier ook informatie werd ontvangen van hun voorouders. Dus dat ze hier mediteerden. Zowel mannelijke als vrouwelijke energieën. Ik zat net even in een ander tombe. Die voelde totaal niet prettig. Werd ook weggejaagd door een heftige spirit die daar aanwezig was. En deze voelde heel uitnodigend. Dus hier voelt het echt wel rustig. Van, ja, ik mag hier, was hier welkom. De energie is hier ook vrouwelijker, wat me opviel. Dus het is een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie in deze tombes. En wel heel leuk om even dit te mogen aanschouwen. Naar de tombes zijn we uitgenodigd bij de Bedouinen thuis. En we hebben hier een boerderij. En hier maakten ze thee op het houtvuur. Heerlijke kruidenthee, dat moet salvia smaak. We hebben heel veel rijst en kip op. De salades hebben we achterwege gelaten vanwege de vervuilde water waar het meest schoongemaakt wordt. Het is mooi hoe die mensen leven, gewoon heel puur, heel eenvoudig. Van wat schapen, wat kippen. Daar gaat Indiana Jones.
Vervolgens zijn we naar de White Canyon gegaan. De White Canyon is een prachtig gebied. Hier vaak dezelfde energie als, als in die andere canyon. Ik ben hier op een steen gaan zitten. En je voelt hier de vibrerende energie van de wanden van de stenen. En als je er in stilte op gaat zitten, ga je alles begint te schommelen in je. De golfbeweging die door je lichaam heen komt, waardoor je heel zachtjes in een serene sfeer komt. Volledig wordt uitgelijnd. Het is... Je komt zo ontzettend dicht bij jezelf. Dat is zo bijzonder wat deze plek met je doet. Kortom, weer echt een aanrader. Als je richting de Sinai gaat, ga even zitten op sommige plekken. Neem je moment. En ga ervaren. Ervaar maar eens wat de woestijn met je doet. En ook hier voel je weer die vibrerende energie. Het is heel grappig als je doorheen loopt. Je merkt sommige plekken is het even heel rustig, is er weinig. En sommige plekken voel je echt heel snel tintelen, vibreren. Het gaat zo op en af, zolang je hier door de canyon loopt. Op deze plek gaan we slapen. En ook hier kregen we weer rijst met kip. Het is midden in de nacht. Er zijn onwijs veel sterren hier. De Melkweg is zeer goed te zien. En nog steeds doodstil. Zelfs de gids is vertrokken, dus zijn echt... Helemaal alleen in de woestijn. Vooral die stilte. Je komt zo ontzettend dicht bij jezelf. Net wakker, amper geslapen. We sliepen op een paar dekentjes. Niet eens een fatsoenlijk matras, maar ach, we hebben het overleefd. Een hele mooie sterrenhemel mogen aanschouwen. Kraakhelder de Melkweg kunnen zien. Ik weet niet hoeveel vel onder sterren. Ik ben op een gegeven moment opgehouden met tellen. Ja, hier... Sliepen we dan? Dit was hem dan, een aflevering van Bijzondere Plekken. Wij hebben heerlijk geslapen in de woestijn. We zijn nu onderweg terug naar ons hotel. En ik ga jullie zeker de komende tijd weer meer video's laten zien over... Mijn avonturen naar verschillende krachtplekken. Wil je me nou een plezier doen? Like dan deze video. En klik op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt.